Hey mensen, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Circus and Friends. En ja, sorry dat ik weer op Danger Shadows zit, maar dat is eigenlijk het enige paard waar ik nog op rij. En ik heb steeds kriebel in mijn keel, dus ik hoest een beetje veel. Dat rijmt. We hebben veel te doen, dus we gaan maar meteen beginnen. Eerst ga ik beginnen met een shoplog. En vandaar dat ik ook een beetje weinig Star Coins heb. Ik ben nog steeds geen Star Rider en ik heb een aanbieding gezien dat ik dat wel kan worden voor 1 maand. Met dan 300 Star Coins in plaats van 100. Dat wil ik natuurlijk super graag, maar ja, ik moet eerst maar eens goede cijfers gaan halen. In ieder geval, deze video komt zo laat online omdat ik hem ook pas op maandag heb opgenomen. En dat heb ik gedaan omdat ik dit weekend mijn kamer heb opgeruimd. En Anna Eastcase die heeft een Minecraft server gemaakt. En dat vond ik super leuk. Goed, we gaan meteen beginnen met de shoplog. En ik heb deze gekocht. Dit pompoentje. En dat vind ik wel grappig. Ik heb trouwens hele slechte wifi ook. Is een beetje vreemd. Oké, ik heb dit masker. En om te zorgen dat je hem goed ziet, doe ik heel even een andere hoofdding op. Ik heb deze dus. Ja. Ik neem op. Ik ben ook een soort. Oké, ik heb dus deze. Ik heb ripmasker en ik weet niet waarom. Maar ik vind die wel grappig. Verder heb ik een skelet kleding gekocht. Ik weet ook niet waarom dit, maar ik vind het gewoon grappig. En ja, dat was het eigenlijk al. Want meer heb ik niet gekocht. En deze kleding die ik aan heb is trouwens het wintersetje van de clip. Zeg even in de comments wat jullie van het wintersetje vinden. En Stephanie zit blijkbaar niet meer in mijn club. Oké, dat kan. Maar ja, ik wil allemaal dingetjes gaan bespreken. En zoals jullie zien, ik heb nog allemaal poeder. En dat wil ik ook echt gaan gebruiken. En dat ga ik straks gebruiken in de eindvideo. In de eindvideo ga ik die gebruiken en dan zien jullie alle effecten. Maar ik wil nu even gaan voorlezen wat ik allemaal over mijn Star Coins en gehackt. Want dat was allemaal eventjes vervelend. Dus ik heb hier mijn telefoon. En dan zal ik voorlezen wat Stars Day One ik een beetje naar elkaar hebben gestuurd en zo. Dus ik stuurde op 20 oktober. Beste Star Stable, alsjeblieft. Ik ben gehackt voor de 2e keer en ik wil echt heel graag mijn Star Coins terug. Ik wilde zo graag sparen voor een ander paard, maar nu heb ik een Shire die er niet uitziet. De zaakjes, sorry. Ik verzeker jullie dat het niet fake is om mijn Star Coins terug te krijgen. Ik heb mijn wachtwoord ook al veranderd en degene die hem wisten erop aangesproken. Maar ik wil zo graag doorsparen voor een ander paard en nu kan ik dat niet doen. Alsjeblieft. Ik wil jullie hulp en tips zodat dit geen derde keer gebeurt. Verdrietige en boze Mia Shadow Sister. Nou, toen is het een paar dagen stil geweest, want dat heb ik op de vrijdagavond gestuurd. En ja, dus toen moest ik tot maandag wachten. En toen kreeg ik dit van Star Stable. Hoi, als iemand anders op jouw account is geweest, raden wij aan om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Dit kun je doen door op de wachtwoord vergeten knop te klikken op de website. Helaas zijn we niet verantwoordelijk voor spelers die hun wachtwoord aan anderen geven. Wij waarschuwen altijd om nooit je wachtwoord of andere informatie te delen. Daarom kunnen wij in dit soort gevallen geen Star Coins vergoeden. Mochten er paarden het profiel
van het profiel zijn verkocht, laat dan weten welke paarden zijn verkocht. En dan kunnen we zien of we deze nog terug kunnen zetten. Vriendelijke groeten, Game Master Saga Star Stable. Goed, ik heb toen de dag erna, of volgens mij dezelfde dag, best SSO, ik snap jullie antwoord. Maar niemand wist mijn wachtwoord meer. Het zou dus onmogelijk zijn om op mijn account te komen voor mijn vrienden. Ik heb mijn wachtwoord al veranderd en zal die nu met niemand delen. Maar ik vraag nogmaals om de terugkeer van mijn starcoins. Want niemand behalve de hacker zou dus op mijn account kunnen na mij. Mia Shadow Sister. Goed. Gamers de Saga schrijft dus weer terug. Hoi Mia, het is helaas niet mogelijk. Oh, wacht even. Ah ja. Het is helaas niet mogelijk om starcoins terug te zetten. Ik kan jou echter aanraden om je e-mailadres van jouw account te wijzigen. Als jij hiermee akkoord gaat, laat het dan even weten. En dan stuur ik jou een bericht over de betrokken afdeling. Goed, ik stuur. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ik ga akkoord. Zo voorkom ik derde hacker vast. Goed. Toen kreeg ik dus een dingetje. En dat ga ik niet voorlezen. Maar dan moest ik allemaal codes en zo sturen van de laatste keer dat ik Starrider werd. Om zeker te weten dat het mijn account was. Goed, ik heb dat toen dus gestuurd. En toen zei ze, hoi Mia, bedankt voor de informatie. Wat is het nieuwe e-mailadres wat je wilt gebruiken? Dat heb ik toen gestuurd en mijn e-mailadres is veranderd. Maar ik heb dus niet mijn Starcoins terug, zoals jullie net zagen. En wat de Shire betreft, ik denk dat ik hem ga houden. En als ik weer Starrider ben, denk ik dat ik zijn naam ga veranderen. Ik weet dat het ook in FP kan. Maar ik wil gewoon even Starcoins hebben om dat te doen. En ik weet nog niet hoe ik hem ga noemen, maar ik denk dat ik hem dan wel ga houden. Want op zich, ik vind het best wel gaaf om op een Shire te rijden. Hij is niet heel mooi, maar ik leer er vanzelf mee leven. Maar hij is wel gewoon oké. Okay. Ik heb er ook al een paar keer mee gereden. En dat viel nog niet echt heel erg tegen. En zoals jullie misschien wel weten, de update is bijna voorbij van de Halloween. Dus daarom kan ik niet nog een week wachten met het doen van die andere dingen. Maar zoals jullie zien zijn er nieuwe controls, kortere nek, van alles en nog wat. En dit rennen gaat heel raar. En ze rijden ook anders en ik wil hier niet te lang over doorgaan. Goed, en ik wil ook leuk nieuws vertellen, want ik denk dat jullie Zoe Winterson wel kennen die haar kanaal heeft veranderd in Daphne. Gewoon alleen Daphne, heel slim. En die heeft op haar livestream mijn kanaal dus gewoon 4 keer gezegd. En ik heb daar ook stukjes van opgenomen en die zien jullie nu. Wil je alsjeblieft een keer vennig doen op Hurricane Hill? Ja, dat ga ik doen. Ik ga denk ik een keer een weekend organiseren of zo, dat ik op alle 3 de servers langskom. Ik weet niet of ik het ga livestreamen. Als ik het ga livestreamen, dan kan natuurlijk wel iedereen mee. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. Alleen dan heb je hetzelfde probleem weer dat niet iedereen geladen is. Dat pas na 10 minuten zo'n beetje iedereen is geladen. Maar ik denk dat ik het al wel ga livestreamen. Alleen dan op de vaste computer boven. Maar dat kost al veel voorbereiding. Je bent echt de beste. Ah, dankjewel. Dacht dat ik moet gaan leren. Doei, succes. Silke and Friends. Ze zijn weggevlogen. Celia... Cecilia of Celia, abonneer op Daphne en mij als je vindt dat huiswerk overbodig is. Op Silky and Friends. Heb ik eigenlijk wat goede kaartje? Ah, ze zei 2 keer mijn naam. Oh my god. Nu voor de 3de keer. Silky and Friends. Dag allemaal. Nog 1 keer mijn naam. Dat geeft me overtuiging om verder te leren. Silky and Friends. Ga leren voor je toets en haal een goed cijfer. Want dan heb je later een goede baan en dan ben je heel blij. Dat is toch raar eigenlijk, hè? Maar, ja, we zijn nu klaar op Star Stable, want ik wil jullie eigenlijk iets laten zien. Want van Anna's server, daar kan ik wel eventjes op gaan. Die wil ik aan jullie laten zien. Dus tot zometeen als ik Minecraft heb opgestart. Want het is dus een Minecraft server. En als ik daarin ben ingelogd. Dus tot zo. Oké, hier ben ik weer. Nou goed, dit is waar je dan spant. En eerst is het in creative. Maar straks als de server open gaat, dan gaan we hem in survival zetten. En dan moet je het vragen om in creative te gaan en zo.
Maar je komt dus hier aan en de kleuren zijn van deze stad zijn geel en paars. En ik moet zeggen, mijn Minecraft controls zijn niet heel goed. Dus ga er geen boze comments over doen, alsjeblieft. Dankjewel. Goed, ik ben medebeheerder in deze server. En ik heb het stadhuis gebouwd, dit dus. Maar er moet nog van alles in gebeuren. Goed, als je net stadhuis uitkomt, dan kom je in een soort van paarse fontein met zo'n licht. Je weet wel. Hier, als we slash time set night doen. Hoop dat hij het doet, hier. Yeah. Dan zie je ook overal belichting en zo. En dan zie je die straal heel goed. Time set day. En ik ben nu alleen op de server. Het is niet zo'n hele goede server, want als die, het is gewoon een gratis server, dus ja. Dit is een armor shop, die is van Damien, die ook wel eens in video's is geweest. En dan kun je dan gekleurd armor kopen. En dia staat voor diamanten. En die in de kleur van de stad, die is wel het duurst. Maar ja, of nee. Deze is het duurst, maar... Of, wat zeg ik? Ik bedoel van stof natuurlijk. nou ja. Setje van dag. Ja. Het is gewoon enchanting hier zo. Speciaal setje prot 4. Wow. 40 dia. Normaal armor, gekleurd armor. En... Ik heb, zoals ik al zei, niet hele goede Minecraft skills. En ik heb geen idee wat dit moet worden. Maar ja, dat laat ik maar gewoon over aan de bouwers. Dit is een huis, lijkt wel. Een beetje apart huis, maar het zal wel een huis zijn. En hier zijn paardjes. Ah ja, oké, ik snap hem al. Dit is het huis van Tindra. Tindra Moonburg. En als we hier zo heen gaan, dan heb je hier een klein weidje. Dan heb je hier koopstallen voor paarden. Daar komen dan paarden in, die kan je dan kopen. Oh, wat gebeurt er? Oh, ik haat dit zo erg. Oh, momentje. Oké, ik moest heel even uit de server. Ik hoop dat hij weer kan gaan verbinden. En het IP-adres zou ik best wel willen geven. Ja, sorry dat ik weer eet, maar ik wil het gewoon. Het IP-adres. Het IP-adres zou ik best wel willen geven. Maar dus dat is nog niet echt klaar voor. Ja, hij doet het weer. Oké. We hebben dus koopstallen. En dan gaan dan paarden in staan. Die kun je dan kopen. Ja, de wereld is een beetje aan het laden. Hier heb je een tarweveld. En ik heb geen idee waarom dit hier staat. Want het gaat nooit geoogst worden. Heb je hier bootjes. Kun je over de rivier varen. En heb je hier It's Me Damien 131. Dat is dus Damien. En die heeft hier zijn huisje. Je moet niet op al die knoppen en zo letten. Die doen het toch niet. Kijk, brievenbus. Oh, alweer. Ja, dat is een beetje een nadeel van zo'n gratis server. Het is gewoon een beetje laggy. En soms werkt het niet helemaal goed. Maar ja... Je moet er iets voor over hebben om op een server samen met je vrienden te gaan. Dus je hebt natuurlijk ook wel van die rooms. Die zijn na 30 dagen verlopen. En anders kost het geld om verder te gaan. Wow, dat ziet er heel raar uit. Oké, Damien V zijn huis. Ik weet niet waarom hij het Damien 5 zijn huis heeft genoemd, maar ja.
Ik kan hier voor. Oh. Kan ik hierin? Ik heb een beetje slechte wifi, dus vandaar dat het ook steeds eruit gaat. Dit zijn zijn honden Rambo, die heeft hij in het echt gehad, die is overleden. King, geen idee. En Diesel, die heeft hij wel nog steeds. En dan heeft hij hier zijn tuintje. Ik ga jullie niet heel rondleiden door zijn hele huis, want dat is een beetje gek. Serieus? Kun je net zo goed bordjes gebruiken? Oké, heb je hier ook weer, ja, dat je hier snelheid ziet, hier zo. Dat komt dus niet goed gegroeid. Dat komt door dat iets. Oké. Hier staan paarden Keesje, Meesje, Peter, Kwarder en hoe heet het beest ook weer? Oesie. Moment, ik ga even de wifi beter maken. Oké, ik hoop dat het nu is gelukt met de wifi. Dit is trouwens een beetje dom gedaan. Ik weet niet wie hier woont. Volgens mij andere Damien, dat is weer een vriend van mijn neefje. Tommy, Ginger, Mandy, James. Maar zo kunnen die dingen niet groeien. Hey Mia, hoi, neem op. Dus ja, het is een huis. Nog logisch. Ja, dit is die andere Damien. En die heeft echt te veel magisch stuff meestal. Dat gewoon wordt ingenomen. Maar ja. Dan gaan we eventjes naar mijn spullen. En de wereld is heel laggy. Dat was die dinges. Oké. Oh, dat ging heel goed. Wow, ik zit op een boom. Oké, ik heb geen idee wie hier woont. Heeft die hond een naam? Nee. Oké, even dit weghalen. Ik heb geen idee wie hier woont. Ik in ieder geval niet. Maar het is wel een grappig klein huisje. Die deuren stonden al open, maar ja. Oh, ik hou hier zo niet van. Zo irritant. Maar ik heb ook een beetje slechte wifi nu. Dus ja. Ik laat die deuren dit keer gewoon lekker open. Hier is mijn banner shop. Ook helemaal zelf gebouwd. En dan maak ik dan van die banners, zoals deze dingen. Die heb ik alleen niet zelf gemaakt, deze. En die komen dan overal. En die kun je dan kopen en die kun je in je huis zetten. Die kun je op schilden doen. Je kan er van alles mee. Buitenplaats banners. Kan ik weer even heen gaan. Eerst wilde ik mijn huis hier bovenop gaan doen. En dat dit dan mijn moestuintje was. Dat heeft Tindra leuk voor mij dichtgemaakt. Of mijn verzoek, anders zou ik wel heel boos zijn geworden. En ik ga nog ooit ergens een huis maken, maar niet nu. Dan kan ik daar beneden ook banners zetten en overal hier nog. Moet nog een dak op. Maar ja. Ik weet niet trouwens waarom ik een shop wilde in een meer. Maar ja, leek me wel grappig. En dan gaan we heel even naar Anna's huis. Als ik die kan vinden. Volgens mij zag ik hem daar. Ja. Dat is Anna's huis. En ik vind die zo cool. Kijk, dit is Anna's huis. Hier zo'n dingetjes. En dan kun je hier naar beneden. Oh, ik haat dit zo erg. Nou ja. Ik probeer mensen een rondleiding te geven. Maar ja. Goed, dan heb je daar dus dingetjes. En dan ga je hier naar beneden. Dan heb je hier nog meer dingetjes. En dan kun je nog verder naar beneden. En dan heb je hier armor dingetjes staan. Dan kun je hier slapen. Hier een mooi schilderij van een iets. En dan heb je hier goud als ondergrond. En dan kom je hier boven. Het wordt een set. Time set.
Oh. D. En de wifi is weer gestraag. Ah, oké. Okay. Juris is een dorp. En dit dorp is zo grappig. Kijk. Dit is nou echt Minecraft logica. Serieus. Kijk dit dan. Echt. Minecraft logica. Ook dit. Waarvan je denkt van wat? Oh. We gaan weer opnieuw beginnen. Serieus, ik haat dit echt. Weather. Weer, oh. Ik schreef het verkeerd. Weather. Zo. Nee, ik kan nog steeds niet bewegen. Maar inderdaad, in ieder geval, dat huis, dat huis, dat huis, dat huis. Kijk, dat huis daar. Dat. Kan ik weer bewegen? Oh, dankjewel. Kijk, dit huis, dit is zo logisch. Let op. We gaan naar boven kijken, we gaan naar boven kijken. Kijk dit! Hoe onlogisch! Oké. Dus ja, dat is dit. Verder hebben we nog niet echt veel in ons dorp gedaan. Want deze server bestaat pas sinds gisteren. En toch vind ik dat we al aardig wat hebben. En ja. En dit is niet kapot. Alsjeblieft, laat dit niet kapot zijn. Laat dit gewoon laggy zijn, alsjeblieft. Anders moet ik het weer maken. Nee, het is niet kapot. Kijk, dat bedoel ik. In ieder geval, ik heb nu echt hele slechte wifi, omdat Bandicam nu ook draait. Dus ja, zeg even in de comments of ik meer video's van de server moet maken. En op het gegeven moment ook het IP-adres zal moeten geven, zodat jullie er ook in kunnen. Maar de server is dus niet echt. Dan gaan we weer. Want, nou ja, wel echt, maar de server is gratis. Dus dan heb je een beetje slecht niveau en zo. Even kijken, waar wil ik ook weer heen? Waar ben ik? Oh, hier. Maar, ja, dus een beetje slecht niveau. En dan moet je maar eventjes gewoon wachten totdat de server weer online is. Want soms is hij dan niet online en zo. Dus ja, maar in ieder geval, dit is mijn skin. Ik vind hem echt super schattig. Kijk dit staartje ook gewoon. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. En nogmaals, sorry voor de vertraging. En tot in de volgende series of friends. Doei! Sorry voor de lange aflevering. Doei!